Hoi, ik ben Marnix en ik maak op dit moment een aantal filmpjes over de menselijke ervaring. In het algemeen, maar vooral nu in tijden van de coronacrisis. Met als insteek je duidelijk te maken hoe wij functioneren psychologisch, psychisch, mentaal. En hoe het ontzettende opluchting kan zijn om dat systeem te snappen. Omdat je dan veel minder bang wordt voor de wereld. Veel minder begrip krijgt voor hoe wij zelf functioneren en gevoelens creëren. Terwijl je fantastisch functioneert ondertussen. Dus je wordt niet heel naïef of zo. Wat ik heel duidelijk wil maken is dat deze filmpjes zijn niet bedoeld als mening over hoe mensen zich gedragen op dit moment. Ik weet niet wat er gebeurt met het coronavirus en waar we heen gaan met z'n allen. Er is niemand die dat weet. Dus ik zal de laatste zijn die beweert dat je je op een specifieke manier moet gedragen. Dat mensen zich te veel aanstellen of te weinig aanstellen. Dat is iets waar ik verre van wil blijven, want dat vind ik helemaal niet interessant. Wat ik wil doen met deze filmpjes is je keer op keer duidelijk maken dat paniek optioneel is op dit moment. Dat ongeacht de omstandigheden we kunnen floreren en vanuit wijsheid kunnen reageren en vanuit helderheid kunnen reageren. Omdat dat niks te maken heeft met omstandigheden. En het onderwerp van vandaag is denk ik ontzettend opportun voor heel veel mensen. En dat is angst. Er zijn veel mensen heel erg bang op dit moment. En ja, dat snap ik. En even vertellen, ik heb jarenlang een angststoornis gehad, in ieder geval dat werd zo genoemd. En dat betekende dat dat mijn wereld heel klein was geworden, omdat ik was eigenlijk overal bang voor. Te veel mensen, te weinig mensen, in te kleine ruimte zitten, in te grote ruimte zitten. Dat was altijd wel iets. En op een dag ontdekte ik dat het feit dat mijn angst met een klein dingetje begonnen was en uiteindelijk steeds groter werd en steeds ruimer werd, ontdekte ik dat de oorzaak van mijn rotgevoel altijd hetzelfde was. Namelijk de onrust in mijn hoofd. En dat zag ik niet. Ik dacht dat mijn onrust rechtstreeks werd veroorzaakt door pleinen en bruggen en mensen en trams. Dat alsof al die dingen, die plekken, een soort magisch vermogen hadden om mijn brein te beïnvloeden. Ik zag niet dat ik op dat moment, onder die omstandigheden, heel veel nadacht, heel veel piekerde. En daar onrustig van werd. En ik koppelde mijn onrust aan de omstandigheden. En op het moment dat ik dat begon te doorzien, viel 90% van mijn angst viel weg. Ik durfde op een gegeven moment bijna niks meer. Maar toen ik me realiseerde dat ik eigenlijk altijd alleen maar mijn onrustige hoofd voelde. En niet het plein of de hond of de kat of de regen of de brug of de metro waar ik in zat. Toen snapte ik dat ik helemaal niet bang hoefde te zijn voor die situaties. En ik snapte dat ik slachtoffer was, tussen aanhalingstekens, van mijn eigen gedachten die ik op dat moment voelde. En dat maakte alles anders. Want ik hoefde niks meer uit de weg te gaan. Want ik wist dat mijn gedachten komen en gaan. Dat is wat ze doen. Het is energie die uit het niets door ons heen stroomt. En een hele zwik aan emoties met zich heen kan brengen, afhankelijk van wat de inhoud is van die gedachte. Angst is een reflectie van je gedachten, van je verhaal op dit moment. En de misvatting is dat angst veroorzaakt wordt door de wereld. Dus het komt door de toestand van de wereld, het komt door het virus. Daardoor voel ik me nu zo. Dat is heel gek, dat is heel raar, dat is heel inconsequent. Want ga maar na, als dat waar was. Als jij, alles wat je nu voelt, als dat komt door hoe de wereld is, waarom zijn er dan zoveel verschillende reacties? Waarom zijn er dan mensen die niks meer doen en waarom zijn er dan mensen die nog alles doen? Nou, dat komt, ik help je even, dat komt doordat wij een persoonlijk filter hebben wat ons gevoel veroorzaakt. Ons gevoel komt door ons persoonlijke idee, door onze inschatting, door ons denkbeeldige verhaal in het moment over de wereld. Dat is wat we voelen. Niet de wereld zelf. En waarom is het heel prettig om te weten? Nou, als je denkt dat je bang bent voor de wereld en omstandigheden, dan ben je continu bezig met die omstandigheden veranderen. En daar hebben we vaak helemaal geen grip op. Dat kan helemaal niet. Dus dat is een kansloos verhaal.
Als je de wereld precies zo wil hebben dat het voor jou veilig voelt, nou, succes. Er zijn heel veel mensen die dat willen helemaal niet willen op jouw manier. En heel veel dingen kun je helemaal niet veranderen. Maar als je realiseert dat datgene waarvan jij denkt dat het ontstaat doordat er situaties zijn die jou dat gevoel geven. Als je ontdekt dat je dat zelf doet, niet bewust, maar simpelweg door je denken in het moment over de wereld. En je begint in te zien dat die creatie levensecht is en heel realistisch is. Maar niets meer is dan energie met een soort chemische component. Dan is er een hele grote kans dat je een beetje kunt ontspannen als het gebeurt. Dat had ik tenminste. Ik ging me minder druk maken om dingen om me heen. Met als gevolg dat ik veel beter kon reageren op dingen. Als je de hele tijd in de stress zit, ben je zeer inefficiënt. Dat is super, super onhandig en heel arilexed tegelijkertijd. Dus de angst die je voelt, ik zou het liever onrust noemen. Angst is gewoon een heel handig biologisch fenomeen dat gereserveerd is voor echt grote heftige toestanden. En wat super krachtig is en je heel behulpzaam is. En waar de meeste mensen nu last van hebben, is gewoon de onzekerheid. Waar gaat het heen? Hoe lang moet ik nog bij mijn gezin op de lip blijven zitten? Raak ik mijn baan kwijt? Zijn de schappen straks leeg? Moet ik op een gegeven moment mijn kont af gaan vegen met oude t-shirts? Er is zoveel wat op dit moment zich opdringt aan onze geest, waar we geen kant mee op kunnen. Er is zoveel drukte in ons hoofd op dit moment, dat er ook heel veel drukte in ons lijf is. En dat is wat we voelen. We voelen de drukte in ons hoofd. We voelen de stroom van totaal willekeurige gedachten die alle kanten opgaan. Die door ons bewustzijn heen stromen. En al die dingen veroorzaken iedere keer een gevoel. Al die gedachten veroorzaken een gevoel. En we denken dat het gevoel door de wereld komt. De wereld maakt dat we dit voelen. Nee. Doe jezelf. Het is je eigen wereld die je binnen in jezelf creëert. Die ervoor zorgt dat je nu van alles voelt. Angst, onrust die je nu voelt, is niet een voorspelling van de toekomst, maar is een reflectie van het heden. Dat is een heel groot verschil. He, want is het een voorspelling van de toekomst, dan zeg ik, ja, nee, je hebt gelijk dat je je zo fucked voelt. Maar als je weet, dit voel ik alleen maar omdat ik op dit moment allerlei gedachten heb die mij de energie geven die dit veroorzaken, dan snap je ook dat het tijdelijk is. Dan snap je ook dat het eigenlijk heel willekeurig is. En het is zelfs niet eens persoonlijk. Het is niet van jou. Het is niet jouw denken. Als het jouw denken was, als jij verantwoordelijk was voor dit denken. Nou, dat zou hartstikke fijn zijn. Dan zou je er gewoon mee stoppen. Dan zou je het gewoon een dagje uitzetten. Dan zou je een dagje gedachteloos rondlopen. Ik kan je verzekeren. Ten eerste kan dat niet. Maar ten tweede, als het wel zou kunnen, dat zou heel relaxed zijn. Piekeren hebben we niet nodig voor de toekomst. Helderheid wel. Dus je hoeft niet bang te zijn dat als je gedachten op dit moment die je zo onrustig maakt, minder serieus neemt, dat je dan de wereld ineens niet meer serieus neemt. Of dat je ineens niet meer met oplossingen kan komen. Of ineens niet meer puzzeltjes kan fixen. Zo werkt het niet. We hebben denken, we hebben piekeren en we hebben wijsheid die ons informeert over wat we moeten doen. Dat zijn eigenlijk twee hele verschillende systemen. Daar vertel ik een andere keer nog over. Voor vandaag realiseer je, angst heeft niks te maken met de wereld om je heen en met de toekomst. Angst heeft te maken met de wereld binnenin jou. Het is jouw projectie. Het zijn jouw verhalen die je op dit moment in je lichaam voelt. En het is absoluut realistisch. Maar het heeft niets te maken met waar we heen gaan. Met jouw positie op dit moment in de wereld. Het is totaal willekeurig. Realiseer je dat denken vanzelf gaat. Dat denken je gevoelens veroorzaakt. Het is niet jouw verantwoordelijkheid om het allemaal op te lossen. En hoe relaxer je bent, hoe beter je door deze situatie heen kan slaan. Ik wens je een lekkere dag, een vrije dag en realiseer je geen paniek.